En daar opeens kwam een van binnen. Dat was een man met een mondmasker en met een muts. Hij was heel raar bezig. Dus hij was stilletjes de deur toe aan het doen. En daarna hij nam haar gewoon met een pistool in zijn handen. En hij heeft haar gevraagd om de laad te open doen voor hem. Op vrijdag 16 oktober valt een gewapende man een krantenwinkel in Hasselt binnen. Een werknemster van 23 staat op dat moment in de zaak. Zelf is ze nog te aangedaan om erover te praten. De zaakvoerster doet dat in haar plaats. Nu, de dader zelf stapt een beetje raar. Misschien kan dat u helpen om hem te herkennen. Krantenwinkel Toekje in de Manteliusstraat in Hasselt is elke dag open van 's ochtends vroeg tot 22:00 s'avonds. Hanane en haar man zijn de eigenaars van deze winkel. Op 16 oktober om 7:15 s'avonds is hun werknemster, een vrouw van 23, de voorraadmagazines aan het controleren om de rekken bij te vullen. Het is al donker buiten wanneer de deur van de winkel opengaat. Het is op een avond geweest eigenlijk. En zij moest hier haar werk doen, dus zij was hier juist op deze plek. En daar opeens kwam ene van binnen. Dat was een man met een mondmasker en met een muts. Hij was heel raar bezig. Dus hij was stilletjes de deur toe aan het doen. En daarna hij nam haar gewoon met een pistool in zijn handen. En hij was gewoon tot mee naar achter. Hij heeft haar gewoon hier gestopt en hij heeft haar gevraagd om de laad te open doen voor hem. En hij heeft hele kassa leeggemaakt. En dan zijn we gewoon daar op de grond neergelegd. En hij heeft gewoon de kassa meegenomen en hij is direct buiten gegaan. Op dit moment komt een getuige voorbij de winkel. Die ziet dat de overvaller een pak geld in zijn hand heeft. Volgens hem heeft de man O-benen, waardoor hij lijkt te manken. Eens buiten springt de overvaller op een zwarte damesfiets zonder tassen die tegen de gevel van de winkel staat. Hij vlucht van de Manteliusstraat over het Vrijwilligersplein in de richting van de Heilig Hartwijk in Hasselt. De hele overval heeft amper 30 seconden geduurd. Wanneer de man buiten is, krabbelt de werknemster recht. Ze neemt snel haar gsm van de toonbank en gaat weer liggen om Hanane een bericht te sturen. Ze is in paniek. Zij was heel, heel trillend. Met haar is het nu beter, maar zij had wel daarna wel, ik denk, 2 weken of zo ziek geweest. Omdat, ja, dat is normaal. Zij durfde niet meer hier 's nachts te werken. Zeker rond die uur, 8 uur of 9 uur. Zij is terug op het werk, maar ja, een andere job gedaan in plaats van dit. Hanane hoopt dat iemand de overvaller herkent aan de hand van zijn kledij of zijn manier van stappen. Zijn gezicht is niet zichtbaar. Hij draagt een mondmasker en heeft de kap van zijn jas over zijn hoofd getrokken. De jas is zwart en halflang. Daaronder draagt hij een donkere broek en donkere schoenen. De man heeft een blanke of een licht getaande huidskleur. Maar wat het meest opvalt is zijn tred. Hij heeft O-benen en lijkt een beetje te manken. De dader neemt de vlucht op een zwarte damesfiets en rijdt in de richting van de Heilig Hartkerk. Al uw tips zijn meer dan welkom bij de politie via het gratis nummer 0800 3300 of u kan ook mailen.